Ik heb dit boek gekocht toen het net uit was. En het was in 2009. Toen heb ik het boek ook helemaal gelezen. Maar dat is inmiddels zo lang geleden. Dat ik me daar eigenlijk niet echt meer heel veel van herinner. Ik zal jullie even wat voorlezen van. Deze verzameling verhalen uit de ambulance. Dit boek biedt u een kijkje achter de schermen bij het werk op de ambulance, bij ongevallen, bij mensen thuis, in het ziekenhuis en in de auto. Van schrijnend menselijk leed tot hartverwarmende patiënten. Rustige B-ritten met diepe impact tot sensationele spoedeisende taferelen. Juist omdat zij vaak als een van de eersten ter plekke zijn, worden de ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs geconfronteerd met lief en leed, hoogoplopende emoties, paniek en soms bizarre situaties. Maar vooral mensen en hun verhalen. Dit boek laat zien hoe onze mensen dag in en dag uit op uiterst zorgvuldige wijze hun soms moeilijke werk verrichten. Nou, ben benieuwd hoe lang ik het volhoud met lezen. Want ik heb een best wel heftige verkoudheid achter de rug en ik heb er nog steeds last van. En ik merk dat ik er nu ook last van heb en dat ik snel buiten adem ruik. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud. Ik strooi net suiker in mijn koffie als een collega de keuken binnenkomt. Er is een vliegtuig neergestort bij Schiphol. Ik kijk haar ongelovig aan. Wat zeg je nou? Kijk zelf maar, het is op het nieuws. Iemand zet de televisie aan. Zelf ga ik achter de computer zitten. Op nu.nl staat zelfs een foto. Vlucht TK1951 vanuit Istanbul. We zetten de porto open, zodat we kunnen meeluisteren met wat er allemaal gebeurt. Ik bel de meldkamer. Joh, heb je gehoord dat er een vliegtuig is neergestort bij Schiphol? De centralist heeft het nieuws ook net doorgekregen. Ik ga even bellen om te kijken wat we kunnen betekenen. Even later wordt het ambulancebijstandsplan in werking gesteld. Onze meldkamer heeft het verzoek gekregen alvast de auto's te sturen die gemist kunnen worden. Dat zijn er drie.
Amsterdam. Normaal gesproken is het een stief eindje rijden, maar vandaag zijn we er zo. Overal zijn rijbanen afgekruist en kunnen we doorrijden. Onderweg bel ik naar huis. Ik ben vandaag wat later, denk ik. Mevrouw antwoordt verbaasd. En dat weet je nu al, je moet toch tot 4 uur werken. We zijn onderweg naar Amsterdam, er is een vliegtuig. Is de coördinatie dan ook prima in orde. De slachtoffers krijgen de hulp die ze nodig hebben. Natuurlijk moeten mensen lang wachten. Natuurlijk willen sommige lichtgewonde slachtoffers graag weg. En eisen ze eerder geholpen te worden dan een ander. Maar zolang ze in de lichamelijke en geestelijke conditie zijn, om van alles te eisen, als eerste hulp. De eerste ambulances zijn altijd voor de slachtoffers die het hardste nodig hebben. We wachten een half uurtje en krijgen dan 2 slachtoffers toegewezen. We halen op uit de loods een jongen van 15 en zijn zusje van 3. Samen gaan ze op de brancard zitten. Op het eerste gezicht mankeren ze niets. Dan zijn ze even geschrokken. Maar de traumatoloog vindt het beter om ze toch even in het ziekenhuis te laten. Voor het meisje heb ik een beertje meegenomen. Ze zit weer op de brancard. Op weg naar de ambulance komen we langs een aantal persfotografen. Ze klikken er lustig op los. De volgende dag zie ik mezelf, de kinderen en de beer terug in de kranten. Ik kan me dit nog goed herinneren. Ik zag dit toen live op tv.
is de chauffeur en daar ligt het meisje van 12. De verpleegkundige en ik kijken elkaar aan. Meisje van 12, dat hadden we niet doorgekregen. We lopen meteen naar het kind toe. In de opleiding leer je één simpele regel. Een kind dat niet huilt en niet beweegt, dat is fout. We komen talloze kinderen tegen die van het klimrek zijn gevallen. Een smak hebben. Best wel heftige verhalen eigenlijk die hierin staan. Het is eigenlijk niet zo heel geschikt voor ASMR video's.
best wel heftig. Ik hoop dat je